Geen slaaf van andermans agenda. En breek los uit de maalstroom der meeloperij. Trek samen met Jens Mabout in strijden voor een eerlijk geluid. Ga naar jensen.nl en steun het echte geluid. Show. Robert Jensen. Ja, ik uh, hoor de paniek alweer uitbreken in één huiskamer in Nederland. Het zijn twee mensen die zitten nu al uh, nou ja, vanaf begin, uh, begin maart muurvast, zitten thuis, zitten op elkaar. Af en toe uh, Komt de Albert Heijn bestelservice, die moet dan ook voor de deur afgezet worden. Zeg maar op een metertje of tien van de voordeur. En dan gaan ze. Echt, echt als, een, als een. Ja, dieven nacht op een In een hasmat uh, pak. Lopen ze de voordeur uit. En dan pakken ze even de boodschappen op. En dan gaan ze drie uur uh, alles desinfecteren, inclusief zichzelf. En dan hebben ze weer de boodschappen voor de week. En dan zitten ze weer een week vast. En ik hoor daar de paniek alweer uitbreken. Want het is niet te geloven. Ik hoor het, ik hoor het. Oh, Hans! George Floyd had ook Hans! Hans, is ook racistisch. Kijk nou uit, Hans. De buurvrouw is half-Indisch. Blijf er maar weg, Hans! Nee, je moet er niet op lachen. Kijk, niks is grappig aan het hele George Floyd verhaal. Maar het feit dat hij ook corona... Dat, dat naar buiten wordt gebracht... is natuurlijk, uh, is natuurlijk gewoon de gekte. Ja, sorry, ik kan het soms ook niet meer aan. De, 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 de gok van alles. En de, 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 de misinformatie. En het, 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 het is zo belachelijk allemaal. Want ik zweer het je. Hij is, George Floyd... Uh, gaat nu dus ook op de lijst... van corona-doden. Want zo wordt het gewoon... meegerekend allemaal. He, hij schijnt het in april gehad te hebben zonder um, enige symptomen. En dat vind ik ook zo mooi. Dat, 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 het ongelofelijke, de killer, het killervirus, Kyona dat de meeste mensen hebben geen symptomen hebben. Maar je hebt het wel. Vroeger was dat gewoon van dat je het niet had. Dat heb je nergens last van. Oh okay, er is nog niks aan de hand. En nu is het, je hebt het killervirus, maar je weet het niet, want je hebt er geen last van. Besmetting, infectie. Dus we zijn hier de afgelopen maanden gek gemaakt. Met dit hele gedoe. En nu zijn we dus in de volgende fase beland. Van, nu gaan we de rassen tegenover elkaar vechten. En jongens, als jullie, ik heb het gisteren uitgebreid gezegd. Als jullie het echt willen, als jullie erop staan. om dit weer hiermee te gaan, ga je gang. Dat is ook een onderdeel van hoe ik naar de ding kijk. Weet je, wil je nog steeds bang zijn voor corona? Ga lekker thuis zitten. Maar wat wij gaan doen, wat de meerderheid van de mensen gaat doen. Wij gaan er gewoon op uit. We hebben het heel goed in balans gezien. En we zien heel duidelijk in verhouding hoe gevaarlijk dat corona is. En wij gaan gewoon door. We zien dat het veel gevaarlijker is om de economie te stoppen. En mensen zijn al naar de kloten geholpen hierdoor. Onterecht. Uh, dus we moeten de boel weer Oppakken, we moeten de weer aanpakken, dat is beter voor iedereen. Je ziet dat er zoveel honger nu extra geleden uh, wordt in, uh, in, uh, in de derde wereld, omdat het hele systeem in elkaar gestort is. Het is een keten. Als het in de eerste wereld slecht gaat, gaat moet, je, moet je nagaan hoe het in de derde wereld gaat. Dus we moeten zo snel mogelijk alles weer op gang krijgen. Maar de mensen die nog steeds bang zijn, blijf lekker binnen. Ga binnen zitten. En de meerderheid van ons gaat nu ook. We trappen niet meer in die spelletjes van de media. We trappen niet meer in die social media moraal narcisten. Dat we het zogenaamd allemaal, dat we zo tegenover elkaar staan. Dat we zo'n hekel aan elkaar hebben. Dat we elkaar alleen maar tegen zitten te werken. Nee, wij gaan gezamenlijk gaan we optrekken tegen de echte. En strijden tegen de echte vijand. En dat zijn die... Klerenleiers die altijd rijker worden van dit soort situaties. Die ze ook nog zelf creëren door de hype die de media in hun in, in pocket hebben. Dat zijn onze vijanden. En daar gaan we gezamenlijk mee strijden. Of tegenstrijden. Niet mee strijden, tegenstrijden. En we zien zo, dat is allemaal de geforceerde vaccinaties. Alle mensen die de die, 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 die farmaceutische industrie die hier weer heel veel geld aan wil gaan verdienen. Wij strijden er tegen met z'n allen. Dat moeten we voor ogen hebben. En als je je gek wil, weer wil laten maken door de media, als je je gek wil laten, als je, als je echt jezelf wil aanpraten. dat wij zo'n enorm systemisch racistisch land zijn. en zulke racistische mensen zijn, zo'n hekel. Ga je gang. Ga je gang. Maar realiseer je dat dit geen winnaars kent. En moet je eens kijken, wat, 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 wat is dan uiteindelijk het resultaat? Dat we met z'n allen gaan vechten tegenover elkaar? He? Dat uh, zeg maar, je hebt een huidskleur, een andere kleur of een andere kleur dan ik zelf. Dan ga je tegen mij verzetten. En ik ga het tegen jou verzetten. We gaan er een strijd van maken. Wat lost dat nou? op? Wat, wat schiet je daar nou op? Je schiet er helemaal niks mee op. Maar. Je wordt natuurlijk helemaal gek gemaakt en mensen zijn weer aan het doorslaan. Ik heb hier een prachtig filmpje. Het is natuurlijk uit Amerika, maar mensen zijn gek. Kijk eens naar deze vrouw die reageert op. Ja, ze wordt wel uitgelokt. Deze vraagt erom om uitgelokt te worden. En dan kijk je hoe ze erop reageert. Maar zo worden we met z'n allen langzaam helemaal gek gemaakt. In die constante hysterie op hysterie, op hysterie, op hysterie. Het volgt allemaal elkaar op. Doodsbang voor Corona. Nu zijn we weer uh, kwaad omdat we uh, uh, zo racistisch allemaal zijn, een racistische maatschappij. Allemaal is dit bedoeld om ons tegen elkaar op te zetten: verdeel, heers, uh, ontwrichten en dan de totale overname, waar ze al heel ver in zijn. En we moeten er tegen strijden. Maar de worden dus gek gemaakt. Deze, dit meisje. Moet je kijken hoe ze reageert op iemand die uh, een Trump supporter is. Ah, try me. <shorts> stop die like 2020. Stop 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 stop. Four more years. Four more years. What? Try it. I mean, I got big ass ears and I can barely hear you. And I got some big ass ears and I can barely hear you. Jokes. Weet je, als je je zo gek wil laten maken, ga erin mee. Anders verzet je er tegen. En om nu weer in te trappen en meegeleid te worden in een rassenoorlog. En dat we nog verder uh, van elkaar gaan staan. In plaats van in nogmaals samen strijden tegen de echte vijand. Het is de grootste fout die we nu kunnen maken. En om, je wordt ook weer. Het, het, het is altijd hetzelfde. Je krijgt altijd. Zeker in die media wordt gebruikt. Of uh, die laten zich graag gebruiken. Om ons ook weer. Bepaalde dingen niet te vertellen, hè? om alleen maar één kant van een verhaal te laten zien. En er wordt altijd gespeeld met die cijfers. Dat hebben we natuurlijk onder Corona gezien, overigens RIVM vandaag weer. Oh Hans! Weer 12 corona vandaag te gaan. Laatst waren het er nog vijf. Het verdubbelt Hans! Dat zijn er 13 overleden. Uh, dus uh, weet je, het aantal corona dan nog steeds onder de 6000. Dit had nooit moeten gebeuren, die lockdowns. Het is, het is, het is overdreven hype. Zelfs in, de, in Duitsland. In Duitsland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft al hele rapporten. Probeer ze onder het bed te houden. Maar het is uitgelekt. Het is een, het is, de hype is nooit uitgekomen. Het is overhyped. Letterlijk. Maar naar de consequenties zijn zo ongelooflijk. En daarom ben ik het ook zo een beetje zat. Die, dat Den Haag. Jongens, 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 jongens. Gaan ze vandaag weer over die appjes van Halsema? Terwijl het is toch prachtig dat we gezien hebben van het maakt nog geen reet uit. Die anderhalve meter gaat niet werken. Er komt ook geen besmettingsgolf. Dat had je nu toch al lang moeten zien. Die ziekenhuizen hadden vol moeten lopen als het uh, zo'n zo killervirus is. Nee, maar nu gaan we nog even twee weken wachten. Want dan weten we het zeker. We weten het nu al zeker. Hoeveel bewijs wil je hebben? Maar dan gaan ze dus over die appjes van Alzheimer. En uh, de appjes moeten naar buiten. En dat ze in plaats van dat al die politici nou gezamenlijk is. Gaan zorgen dat die economie weer gaat draaien. Maak dat nou je focus. Schreeuw om alle laatste regeltjes. Uh, die moeten er gewoon vanaf. En we moeten gewoon weer aan de, aan, aan de slag. Aan de gang. Want bedrijven vallen iedere dag om. Omdat het nog niet helemaal op gang is. Focus je daar nou op. Appjes moeten naar buiten komen. Ik ben zo zat. Slap gedoe. Zorg nou voor die economie. Zorg nou voor de mensen. Dat wij weer allemaal gezamenlijk aan de gang gaan. En dat... Je ziet dat mensen het zelf al aan het doen zijn. Maar in Den Haag zitten ze over appjes met de hals. maar hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kerst dat het gebeurd is. Dit is het leven. Mensen bij elkaar, mensen staan op elkaar. Mensen gaan zo weer naar voetbalstadia. Perfect. Zo snel mogelijk moeten we daar weer terug. Maar dat, 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 dat gespeel met die, met die cijfers altijd, met corona, is het, dat hebben we hier. Iedere dag hebben wij dit. Uh, duidelijk laten zien. En het is duidelijk aantoonbaar hoe ermee gesjoemeld wordt. Weet je overigens wat Bill Gates zijn favoriete boek is? Of wat hij in 2015 op zijn uh, uh, blog. Um, had hij had een blog. Bill Gates in 2015. En toen zei hij dit boek moet iedereen lezen. En het was iets van. Hoe joemel je met uh, uh, statistieken? Of in andere woorden. Hoe kan je je eigen verhaal maken van statistieken? Dus in andere woorden. statistiek kan je uitleggen zoals je zelf wil. Om een doel te bereiken. Dat was zijn favoriete boek. Je ziet het in een beeld op Jensen.nl zie je de link naar die post en het boek. Dus echt, hoe kan je mensen eigenlijk, uh, hoe kan je je eigen verhaal aandikken met statistieken? En hoe kan je het draaien? Daarom is, daarom is ook dat bekende gezegde, there's truth, lies and statistics. Je hebt de waarheid, je hebt leugens en je hebt statistieken. Statistieken allemaal op een bepaalde manier uitleggen. En dat is heel moeilijk voor mensen te begrijpen, omdat die geloven vaak cijfers, en die, die hebben het lastig om die cijfers te zien. Maar ik, 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 dat de corona. Ik ga zo even door over George Floyd en wat er allemaal aan de hand is. En het racisme. Maar wat daar worden ook sommige cijfers, worden je niet verteld. Er wordt nu uitgestraald, net zoals dat corona, killer killervirus, wordt nu uitgestraald dat daar in Nederland. Systemische racisme hebben en dat Amerika is natuurlijk verschrikkelijk het grootste racistische land. Ach, echt, echt de hele zwarte bevolking wordt neergeknald door de politie. Ik zal je zo wat cijfers um, geven. De echte officiële cijfers. En dan zie je dat het een andere balans is. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog even, we hebben heel veel uh, huisartsen, doktoren, uh, mensen die in de medische wereld werken. Um, en ik heb, ik, af en toe vraag ik jullie om hulp. Want je zijn goed zoveel informatie. Ik wil echt aan deze mensen die testen voor corona. Zoals George Floyd is nu ook uh, getest positief voor corona. Die coronatesten, die kwamen er opeens. Opeens was er een coronatest. En mensen worden... We weten dat bijvoorbeeld uh, heel veel... Uh, wat heel veel gehanteerd is natuurlijk. Als je gewoon al de symptomen hebt. Dan werd jouw corona. Maar er is uiteindelijk ook een test gekomen. Hoe werkt die test? Want kijk, als je dan nou naar de symptomen van corona kijkt. Dan is dit hem. Dit zijn de symptomen van corona. Verkoudheidsklachten. Loopneus, niezen, keelpijn. Hoesten. Benauwdheid, verhoging of koorts. Oh, jongens, ik heb een fout gemaakt. Sorry. Dit zijn de symptomen van de griep. Excuses. Ah oh ja, Dit is hem. Sorry, excuses. Dit, dat was de griep. Uh, dit is kiana. Daar komt die, hè? Officieel hè? RIV dit. Klachten die veel voorkomen. Daar komt hij. Verkoudheidsklachten. Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. Hoesten. Benauwdheid, verhoging of koorts. Dus mijn vraag aan de medische wereld en de mensen die zitten kijken: vertel me eens hoe die hoe die test werkt. Zoek je echt, is er een test ontwikkeld Is dat met COVID, is dat zeg maar een bacterie of zo? Die opeens, dat hebben, we, dat hebben we nog nooit gezien, hè, deze bacterie, dat is COVID-19. Of is het iets, je test iets, wat gewoon een ander, wat altijd, wat je altijd gedaan hebt, maar heeft nu een ander naampje gekregen? Wat is die test? Wat is die test? Wat op symptomen? Nou, dat is overduidelijk. Dat is gewoon de griep. Het is niks anders. Niks anders. Dit is, Um, uh, hier kan niemand over in discussie gaan, want ik, ik, ik lees letterlijk op wat die COVID-19 volgens RIVM, verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts. Ja, dat is de griep. Dus hoe, hoe werkt die test? Ik wil het echt graag weten en ik zal het dan ook delen met onze kijkers en luisteraars. Maar dan gaan we dus nu even op die. Amerikaanse cijfers. Hoe racistisch is dat nou allemaal? We worden uitgesteld, Hollywood, iedereen duikelt over elkaar. Dat constant maar zwarte mensen worden doodgeschoten daar in Amerika. Even een paar dingen die interessant zijn. Bijvoorbeeld in 2015, tijdens Obama, Barack Obama, 38 ongewapende zwarte Amerikanen en 32 blanke Amerikanen werden vermoord door de politie. Dat was 2015. Dus 38 zwarte Amerikanen en 32 blanken ongewapend. Dus we weten gewoon dat ook gewoon waar de, de crime rate hè? Die is veel hoger onder zwarte Amerikanen dan blanke Amerikanen. Dus maar, is 38, 32, op een land van 328 miljoen mensen. Alright. De aantallen zijn sindsdien afgenomen. Dat geldt vooral voor Afro-Amerikaanse mannen. Vorig jaar was het veiligste jaar voor ongewapende verdachten sinds de Washington Post begon met meten van schietpartijen door de politie. Zowel het veiligste jaar voor blanke en zwarte Amerikanen. Daarentegen 48 politieagenten werden in 2019 vermoord. Dat is meer dan het aantal moorden op ongewapende verdachten van alle rassen bij elkaar. Dus in uh, 2015 was er 38 ongewapende zwarte mannen. Het is allemaal verschrikkelijk. En wat die George Floyd is aangedaan, is afgrijzelijk. En die gasten en ook die politieagenten die eromheen stonden, gooien ze jarenlang de bak in. Uh, er klopt iets niet aan dit soort mensen die daar staan en die dit zo uitvoeren. Maar ik heb nog eens eventjes wat, wat, wat cijfers. Dat uh, in 2018 zijn er 229 Afro-Amerikanen vermoord door de politie. 229. In totaal werden er dat jaar 7400 Afro-Amerikanen vermoord. Dat betekent dat 97% van de vermoorde Afro-Amerikanen in dat jaar werd vermoord door iemand anders dan de politie. 2017. 459 mensen gedood door de politie. Blanke mensen. 459 in 2017. Dat waren in 2017 224. Zwarte mensen dus. 459 blanke 224 zwarte mensen 2018 was het 451 blanke tegen 229 zwarte mensen 236 zwarte mensen in 2019 en 371 blanke mensen en als je kijkt naar het aantal uh, moorden per jaar door de politie, was het 200 in 2015 was het 994, 2016 962. Um, en zeg maar 2019 waren het er duizend. Maar duizend op 320 miljoen Amerikanen. En laten we eerlijk zijn, we weten dat Amerikanen. Of dat Amerika natuurlijk best een gewelddadige maatschappij is. Maar deze cijfers is niet dat je nou denkt van. Tof, het loopt echt helemaal de klauwen uit. Dit gebeurt de hele dag. Uh, en dat soort dingen. Het sfeertje wat je door Hollywood meegegeven wordt. wat je door media wordt meegegeven. Als je nou kijkt naar het aantal uh, totale moorden in Amerika. in 2018 was 14.000. 14.000. is een moord. In, in Mexico zijn het er 35.000 per jaar. In Brazilië 56.000 per jaar. op 209 miljoen mensen. Dus. is het, is het erg? Ja. Het is, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Dus die mensen moeten gestraft worden. Maar kunnen we nou eens heel eventjes uit die sfeer ook weer komen? Dat dit gewoon de hele dag gebeurt, de hele dag gebeurt, uh, uh, dat dit zo'n groot probleem is. Waarom moeten we nou weer op deze manier zo tegenover elkaar gezet worden? Er is niemand die het ermee oneens is dat die politieagenten gewoon keihard en keihard en kei gestraft moeten worden. En dat gaat wederom. Dat heeft geen kleur. Iedereen vindt dat. Dat heeft geen seksualiteit. Dat heeft geen gender. We zijn het er allemaal over eens. Laten we met z'n allen optrekken hiertegen. In plaats van weer dat hele sfeertje van uh, dat, 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 er, dat het zo dat het sy systematisch is dat racisme. Want dat wordt nu zelfs door onze premier. Ik zat gisteren voor het eerst uh, live te kijken naar die persconferenties. Ik heb het natuurlijk altijd wel meegekregen, want ik heb het hier ook behandeld. Maar ik ga niet live zitten kijken naar el minister president Marco Roete. Oud-medewerker uh, van, uh, van personeelszaken van Unilever, dat was zijn vorige baan. Ik ga een beetje naar hem zitten te luisteren als mijn leider met, met zijn nonsens over corona. Maar wat hij dus gisteren eruit gooit. Rutte is gewoon Jetten. Laten we eerlijk zijn. Ik, ik heb laatst ook een filmpje van hem gezien van een hele tijd geleden. En hij zag er ook uit als Jetten. Het is net zo'n Snowflake. Moet je horen wat Rutte er gisteren over ons land uitgooit? Hij zegt gewoon eigenlijk: Nederland is een racistisch land. Dit zegt de leider van ons land. Iedereen in Nederland die die beelden heeft gezien, of je nou blank of zwart bent, of je uh, moslim of christen of ongelovig bent, waar je ook vandaan komt, of je hier geboren bent of niet, uh, iedereen die die beelden heeft gezien van de dood van George Floyd, uh, maar ook ziet uh, uh, welke systemische problemen er zijn in de Amerikaanse samenleving, herkent gelukkig niet de dood van George Floyd hier. Maar wel de systemische problemen die ook in onze samenleving zitten. Dat is niet alleen een Amerikaans fenomeen. Dus wij hebben hetzelfde probleem als in Amerika. Wij hebben systemische racisme hier. En ik zweer het je, er zijn echt nog mensen die zeggen: ja, maar dat is ook zo. Dat is... Jongens, wat schieten we hier nou mee op? Daar gaan we. Als de minister-president. Die heeft eerst die corona-hype helemaal hè, uh, laten ontploffen. Met zijn absolute leugenachtige. Misleidende statement om onze lockdown te krijgen. De realiteit is dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Een groot deel, dames en heren, is 4 miljoen man. 6 miljoen. Dat wij iedereen kennen die corona heeft gehad. Zeg maar 9 van de 10. Dat is een groot deel. Laat het 6 van de 10 mensen zijn. Maar jullie kennen niemand die besmet is. Jullie kennen niemand. Of een hele vage. Uh, 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 Diagnose gekregen, weet je van, aan de telefoon van de dokter. Ja, dat klinkt wel als uh, Kiana, blijf binnen. Na twee dagen was het weg. Weet jij veel wat het is en daarom wil ik graag weten hoe die testen nou precies gedaan worden. Maar eerlijk gezegd, als je kijkt de officiële cijfers van de RIVM van mensen die besmet zijn geïnfecteerd, nogmaals, ik blijf het. Het is minder dan een procent van Nederland. Het was een kwart van een procent, als je het uitrekent. Een kwart van een procent is dan besmet en, en, en daar, daarvan zijn dood en gaan bijna niemand in totaal. Ik bedoel 6000 mensen. Allemaal rond de 80. Allemaal onderliggende andere ziektes. Wat is dat? Wat klopt? Hoe durf je dit uit je mond te krijgen? De realiteit is dat de komende tijd. een groot deel van de Nederlandse bevolking. met het virus besmet zal raken. Zie je nou erop terugkijken wat een theater dit allemaal geweest is? En dit fragment, het is zo fantastisch. Het, 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 om dat er nog eens een keer bij te houden. We, het, het theater, het ding wat voor ons gecreëerd is, die perceptie die van ons gecreëerd wordt van een, een killer virus, de meeste mensen gaan besmet worden, heel veel Nederlanders gaan besmet worden, De meerderheid van de Nederlanders gaat besmet worden. Het, de illusie creëren van iets heel gevaarlijks het heeft niks te maken met de realiteit, niks. Maar het is de illusie en mensen gaan erin leven en mensen gaan daarin mee. Nu weer, wij zijn een uh, Systematisch, uh, systemisch, uh, hoe je het ook noemt, racistisch land. Poppenkast. Poppenkast. Beeldvorming, gevoelens, dingen. Mensen gaan daar naar leven dan. Zo fout hoe deze gasten dit allemaal doen. Hè? Maar de, de poppenkast waar we net in dit zat dat, dat fragment van, meneer, van minister Bruins. Voordat hij oud ging. Waarschijnlijk aan ik um, Minister Bruins. Live televisieprogramma. Nederland, allemaal. wat is dit met een virus? Bang gemaakt. Rutte maakt iedereen bang. En dan komt er een papiertje tijdens een live. K kijk naar nou deze poppenkast nog eens terug nu. Hè? Mensen een beetje rustiger zijn geworden. Komt er tijdens een live tv-programma. Ik kreeg net een papiertje, de eerste besmetting in Nederland is gevallen. Tijdens een live tv-programma. Heel Nederland zit, hè? Wat is hier aan de hand met het virus? Maar kijk nou van de poppenkast erop terugkijken. Er is hier niks echt aan. Goed, en terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd. Ja, er wordt uh, mij bevestigd dat er een uh, patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een uh, man uh, die verblijft in, het, uh, in isolatie in het uh, Ziekenhuis in uh, Tilburg. Tilburg. Ja. Oké. Okay. meer informatie heeft u op dit moment. Meer heb niet? ik uh, op dit moment uh, uh, niet. Maar uh, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat mensen zich daarover uh, uh, zorgen, zorgen maken. Dat mensen bezorgd uh, Hup, zijn. Sfeertje creëren, zorgen maken, zorgen. Dat is toch wel ergens. De live uitzending wordt onderbroken op papiertje. Daarna kwamen er al. Ik heb de dag daarna al exposed. Dat die man, dat was al bekend. Hè, die dan corona had. Dat was al dagen daarvoor bekend. Dit is puur theater om mensen bang te maken. En dat lukt natuurlijk. Oh, Hans, het keravirus is hier de eerste, net op tv, live onderbroken, Hans. Uh, dit is, het is puur theater. En we, worden, we moeten er allemaal in trappen om maar één ding om ons eronder te krijgen. En nu krijgen we dit weer. Er is nu systemisch racisme in Nederland, alleen maar om ons tegen elkaar op te zetten. Verdeel en heers. Het is niet eens verdeel en heers, maar verdeel en neem over. Divide and conquer. Dit is wat ze met ons gaan Gaan we dat doen? Ik doe niet mee. Jullie moeten ook niet meedoen. Ik weet dat er heel veel van jullie niet mee gaan doen. En we moeten iedereen. Dit is daar nou ook een ding van gezond verstand en wakker worden. Trap er niet in, in deze poppenkast. En dat is hetzelfde natuurlijk met die lockdown. Mag nooit meer gebeuren. Nooit meer gebeuren. En jullie weten, jongens, dit is de laatste week dat we dit shirt uh, verkopen. Ik heb de laatste badge uh, gekocht. Dus help me er alsjeblieft vanaf. Nee, het is een collectors item natuurlijk. Je steunt daarmee ook natuurlijk ons echte geluid wat wij hier uh, doen. En uh, het is de laatste week. Um, dus als je hem nog wil hebben. Het is een prachtig. Het is een collectors item. Hopelijk hoef je hem nooit meer te gebruiken. Maar ik ga wel voorspellen dat ze zeker gaan proberen. Om ons weer in een lockdown te zetten. De tweede fase. Ze hebben hem al gepland. Ze weten al precies wanneer ze het moeten triggeren. Krijgen we hetzelfde toneelstukje weer. Dus dit is echt een uh, ongelooflijk. En de, de vrijheidsstrijders die dit shirt al gekocht hebben. En die het dragen. Ik draag hem ook nog steeds. De hele dag. Maar ik ook kom, Stop de lockdown. Um, maar het is de laatste week dat we hem verkopen. Dus ga naar Jensen.nl. Je steunt ons daarmee. En het is natuurlijk een fantastisch. Uh, wat, uh, bedoel, like, it, 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 deze bizarre tijd. Deze bizarre tijd. Zo goed dat mensen opgestaan zijn. En gewoon zeggen we stop daarmee. En ik schaam me er niet voor. En we vechten terug. Want dat is de toekomst. En we vechten dus ook weer tegen iedere keer die toneelstukjes die voor ons gecreëerd worden. Die, 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 die verandering in die perceptie. Dan nou gaan we weer eens rassen tegenover elkaar staan. In plaats van te kijken naar hoe we er gezamenlijk eruit komen. Het is nog. Laten we even lachen, want ze proberen het nog steeds, hè, die nieuwe normaal uh, nonsens. En wat is het er nonsens allemaal? Ja, even ook een aantal luisteraars en kijkers die natuurlijk uh, foto's gestuurd hebben. Hier, dit was uh, dit weekend. Um, dus dan, gaan, dan, wordt, dan wordt er, wordt er, wordt er een, een straat afgezet of zo. Omdat er wordt gezegd van ja, nee, de terrassen zijn helemaal vol. En dan zie je dus gewoon uh, foto's van... Uh, kijk, hè word je gewoon tegengehouden. Het zit vol, je kan niet door. En dan via een, een omweg, omdat mensen die kennen natuurlijk... Dit was dan in uh, uh, Eiland van Maurik. En uh, die wisten op een andere manier er te komen... En dan komen ze eraan, zit het terras helemaal leeg. Het terras is helemaal leeg. Terwijl eerst wordt je tegengehouden. Dat is ook weer zo'n sfeer. Dat, 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 dat is echt een probleem. Natuurlijk is dat een probleem. Dat zie je aan die George Floyd ook. Dat Sommige van die politie politieagenten zijn gek. Die, die zijn hen doorgeslagen. Er zijn natuurlijk heel veel goeie. nou eerlijk zijn. Maar er zit wel een probleem. En dat zie je hier ook. En dat hebben we ook de afgelopen maanden gezien. Dat sommige mensen en sommige politie en sommige handhavers... nemen het allemaal wel heel serieus hun nieuwe taken. En ze vinden het allemaal wel heel geil allemaal. En dan gaan ze dit soort belachelijke dingen doen. Nee, mevrouwtje, het zit vol, het terras. Nou, je loopt om, terras leeg. Verschrikkelijk. Dit is ook maar. Senioren en dikke mensen ontmoedigd om terrasje te pikken. Dit is zo ongelooflijk. Veel horecazaken in ons land vragen senioren, chronisch zieke en corpulente personen om het terras of restaurant voorlopig nog te mijden. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, als een restaurant of een etablissement dit uh, gaat vragen aan zijn klanten, dan verdienen ze het om failliet te gaan. Als ze zich zo mee laten slepen in deze nonsens. En die zullen ook failliet gaan. Als je er nog steeds zo in gelooft. en het ook weer dan te serieus neemt. Nou goed, de meeste hoor ik daar waar ik uh, allemaal geweest ben. de mensen die ik gesproken hebben. iedereen van We spelen even een beetje theater met dat anderhalve meter. maar dat, dat is onhoudbaar. en het gaat. wordt weer. Het is gewoon weer gezellig. en we zijn weer normaal aan het doen. hartstikke leuk. En zo hoort het ook. Beste Robert, ik zit nu de eerste dag van die belachelijke mondkapjes gedragen moeten worden in de trein van Haarlem naar Amsterdam. Er stappen twee oudjes in die naast elkaar gaan zitten op een vierzitsplek. Waarop de werknemer van de NS uh, hen vertelt dat het niet mag en dat ze maar ergens anders moeten gaan zitten. Vervolgens moet mevrouw dus achter haar man zitten, waarmee ze iedere dag in één bed ligt. De NS-medewerker was wel vriendelijk, maar zo ontzettend gehersenspoeld. Walgelijk. Stop de lockdown. Ga ze door, Robert, Patrick. Ja, kijk hier, is een foto erbij. Zie je die twee oudjes, een koppel, moeten achter elkaar zitten? Dit is ook nog een punt, hè? Ik, heb, ik, dus ik vergeet hem iedere keer te maken. Maar zoals het coronavirus nu behandeld wordt hè, door politici en ook door de maatschappij, het is een virus, hè? Dat mensen gevolgd worden, dat mensen zo uit elkaar gezet worden. Stel nou dat je dat met HIV zou doen, dan, dan de Ach, de media zou exploderen van woede. Je kan mensen niet zo discrimineren. En je kan zo niet omgaan met, met HIV-patiënten. En dit is, uh, ik, voor wat allemaal. Er komt alles er weer bij. Van fobies, wat er dan geroepen wordt. En dat geen politicus die zich eraan zou wagen. Moet je eens kijken hoeveel, hoeveel mensen HIV gedood heeft. Ongelooflijk veel mensen. <laughs> Corona is er nu niks bij. Maar dat zullen ze nooit doen. Maar corona opeens wel. Mensen uit elkaar. Mensen gevolgd. Mensen zwart gemaakt. Niet te geloven. Minister wil reservering en restaurant gebruiken voor opsporing corona. Oh, Dat is de fantastische minister de Jonge. Bad boy van Lady Gaga. Minister de Jonge. Och, dit is ook zo iemand inderdaad. het behoofd gestegen. Hè? Dat zie je aan alles. Prachtig dit. Wat zit er met die witte schoentjes? Maar wat hem betreft mag, het, uh, mag, mag dit zo lang doorgaan, maar hij kan praten van ik, ja, we willen toch een uh, opsporing corona. Is een hele, ik, ik vind het een hele uh, enge man aan het worden, die de jongen. Die zit ook zo op die vaccinaties en dat verplicht en zo. Geloof me, hij, uh, deze man klopt niet. Ga maar goed in de gaten houden wat hij allemaal wil en wat hij van rechten wil ontnemen aan ons allemaal, minister de jongen. Maar die wil dus nu ook zeg maar, een reservering, restaurant gebruiken voor opsporing corona. Wij doen niet mee. Dit is uh, Denzel Dumfries. Die is, uh, heeft ook uh, dat, uh, uh, een demonstratie tegen racisme in Rotterdam bijgewoond. Hé, hey, en wat gaat PSV nu doen? Nieuwe normaal nonsens. Hij moet nu uh, uit voorzorg apart trainen. Tot en met het einde van dit uh, voetbalseizoen. <laughs> moet hij apart trainen. Omdat hij bij zo'n demonstratie is geweest. Wat een belachelijke maatregel. Voert hij gewoon zijn burgerrecht uit? Ergens tegen te demonstreren. Prima. En dan kom je op, op je werk. En dan word je twee weken je apart gezet. Helemaal doorgeslagen. Knettergek. Coronavirus. Sex during lockdown with someone outside your household is illegal from today. Die is ook prachtig. Dat is de, de Verenigde Koninkrijk. Dus afgelopen maandag. Er is nu een, een wet geïntroduceerd. dat je terwijl uh, de lockdown aan de gang is in de Verenigde Koninkrijk. je alleen maar seks mag hebben met mensen die in je huis wonen. Dus niet. Iemand uit een andere huishouden. Jongens, knijp te gek, hè? Ik verzin het allemaal niet. Um, ja, dit ook. Dit is dan, wordt iemand is de economieles. Dit is van de dochter van een kijker en luisteraar die heeft het doorgestuurd. Hoe dan corona ook allemaal nu al in de in de lessen in het lesstof zitten? Het coronavirus is nu ook in Nederland en heeft inmiddels gevolgen. De horeca is nu nog gesloten, de scholen gaan voorzichtig open en mensen moeten thuiswerken. De media raken niet over uitgepraat. De bedrijven willen dus zo snel mogelijk hun deuren weer openen. De overheid zoekt naar oplossingen. Eén, het is de opdracht beschrijf in eigen woorden hoe het niet meer normaal eruit zal zien voor een bepaald beroep. Het zit allemaal in de lesstof. Ben je aan het meedoen? Woede bij campinghouders over gesloten sanitair gebouwen. Campinghouders in heel Nederland reageren woedend op de dwingende aanwijzing van de regering om gemeenschappelijke sanitair gebouwen tot 1 juli dicht te houden. Je mag niet pissen. Gemeenschappelijk. Ja, jullie pissen over elkaar heen en dan krijg je cojone. Wat is dit voor een overheid? Wat zijn dit voor regels? Man uit trein gezet omdat hij geen mondkapje op had. Dit. Schools reopen with kids in masks and teachers checking temps. Dit is in, in Engeland. Moet je kijken, dan kom je aan op school als kleine jongen. En dan wordt er zo'n. Zo, 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 dat ziet er zo gewelddadig uit. Zo'n pistool wordt tegen je hoofd gehouden. Ik denk dat dit ook uh, uh, expres gedaan wordt om ons eronder te krijgen, om ons te onderdrukken. Ons dat gevoel al te geven. Nu is het zo'n uh, ding. Over tien jaar is dat iets anders, kan ik je melden. En dan zitten mensen daar... Nou, ach, die kinderen zo uit elkaar op die stip en dat soort dingen. Gelukkig zijn kinderen die zijn echt wel weerbaar en flexibel en die komen hier wel overheen. Maar dan moet deze, al deze nonsens zo snel mogelijk stoppen. Gelovigen, gelovigen kunnen straks weer naar de kerk, maar zingen mogen ze nog niet. Je mag niet zingen in de kerk, Verspreid Jonah. Dit <laughs> is toch allemaal niet te geloven, jongens? Halleluja! Oh Hans! <laughs> Vandaag voor het eerst weer met de trein, bijna leeg. Wat een onzin zeg. Ga door met jullie de geweldige show. groeten Bert, zie je zit Bert. <laughs> oh, hij heeft op zijn mondkap heeft hij onzin gezet. Dat is ook wel leuk. Mensen hebben, veel, mensen hebben tegen mij gezegd van uh, Jensen, je moet ook mondkapjes gaan verkopen met stop de lockdown en dat soort dingen. Maar is er, ik doe het niet. Ik ben zo tegen die dingen. Het is een, het is een teken van onderdrukking. En dat wordt ons aangedaan. En ik, ik zou daar geen piek aan willen verdienen. No way. Verzet me er tegen tot, 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 tot mijn laatste adem. En dit is ook zo, ja, dat mensen die werken... Hi, hi Robert, gisteren in een van de perron-kiosken... op Rotterdam Centraal Station gewerkt. En zo het gedrag van treinreizigers goed kunnen begrijpen. Tot mijn verbazing stond twee derde van de reizigers... Uh, tijdens het wachten op het perron al met hun mondkapje op. Zelfs bij 27 graden Celsius. Aan mijn balie houden ze tijdens afrekenen ook dat ding op. Zelfs met een zonnebril. Geen idee wie ik voor me heb. En communicatie is minimaal. Of ze doen het zelfs helemaal niet. Kijken me raar aan en laten me gewoon lullen. Artikels scannen moeten ze zelf doen. In de 24 jaar dat ik... Uh, Werk nog nooit zo'n nare algemene stationssfeer meegemaakt. Ja. Het is Daar moet het zo snel mogelijk stoppen. En het verandert echt mensen. Als, en sommige mensen zijn er gevoelig voor. als dit te lang doorgaat. En het is dus nog een keer. Oh! Is bedoeld om ons uit elkaar te spelen en tegen elkaar op te zetten. Dus aan de ene kant uit elkaar: mondkapjes, anderhalve meter afstand. En tegelijkertijd weer die psychische oorlogsvoering tussen rassen en tegen elkaar. Doe niet mee. We gaan niet meedoen. Want we gaan dit uh, we gaan dit zootjes eventjes exposen. En we gaan ze eens aanpakken. En ik kan het alleen maar doen met jullie hulp. Hè? Dank jullie wel. Jensen.nl. Jensen.nl. We gaan morgen weer door. Het gevecht is pas net begonnen. Blijf wakker. Voor links naar deze show. En het laatste nieuws. Ga naar jensen.nl